Welkom allemaal. We zijn vanochtend begonnen aan de laatste etappe van Harlingen naar Leeuwarden. En voordat we zover was, moesten we nog heel veel repareren aan de boot. Want zoals jullie allemaal weten, hebben we gisteren wat lekkage opgelopen. Het is helemaal gerepareerd, we zijn heel de nacht doorgewerkt. En samen zijn we sterk teruggekomen en konden we vandaag gewoon aan de start beginnen. Zijn we goed begonnen. Het eerste stukje was een 6 kilometer zone, moesten we even een klein beetje inhouden, maar daarna mochten we vol gas gaan. En toen sloeg eigenlijk het noodlot toe. Ergens vlak voor Leeuwarden sloeg de boot om. En gelukkig waren er heel veel mensen van ons team paraat. En zijn we er gelijk naartoe gerend. Hebben de boot snel omgedraaid. En toen bleek eigenlijk na een korte checklist dat alles eigenlijk veilig was. Alle elektronica deed het nog zo goed als. Dus we konden verder varen. En we hebben toen besloten om niet meer op vleugels verder te varen. Door de wind. Maar gewoon langzaam op ons gatje hier de finish over te komen. Daardoor liep wel de nummer 3 Goings Energy teambad in op ons. En we staan nu... in plaats van de uur die we vanochtend hadden, nog maar ongeveer 30 à 40 minuten voor op Goings Energy team. Maar we gaan nu weer heel die boot helemaal goed krijgen, zodat we dat laatste stukje zo meteen na de herstart echt richting het centrum van Leeuwarden in de Prinsentuin, dat we dat stukje weer voluit kunnen gaan en dat we gewoon netjes onze tweede plaats kunnen verdedigen. Daar wordt nu hard aan gewerkt. We zijn nu aangekomen bij de finish van de Dong Energy Solo Challenge. Het was voor ons een harde week, het was een emotionele rollercoaster met zijn ups en downs. Maar vandaag, met de boot die omsloeg, hebben we toch best wel wat problemen ondervonden. De planning was dat we na het debaken van vanochtend gewoon lekker door konden varen. En we hadden helaas geen data-acquisitie meer, dus we konden niet alle gegevens van de boot meer doorlezen. Dus ook onze accuspanning niet. We hebben wel zoveel mogelijk proberen bij te laden, maar ja, waarschijnlijk is het op het een en ander beschadigd door het kapseizen van vanochtend. En daardoor was onze accu niet helemaal vol en hebben we dus niet het stukje echt goed voluit kunnen varen. Maar we lagen goed, we lagen op koers om nog altijd tweede te worden. We gingen ook nog op vleugels varen. Maar daarna sloeg het loontlot toe. En kwamen we zonder accu spanning te liggen, dus zonder energie. En daardoor zijn we nu gekelpt in het klassement. Hoeveel we precies staan, dat weten we nog niet, dat wordt uitgezocht. Maar daarover later meer. Het was helaas een dalletje waar we doorheen moeten, maar we komen terug. En er komt zeker een nieuw team en een nieuwe boot, dus je gaat zeker van ons blijven horen. Dus we deze boot ook gewoon weer tip-top in orde maken om weer verder mee demonstraties te gaan varen. Voor nu is het even slikken, maar we gaan weer door. En we hebben een prachtige week beleefd. En we zien onszelf toch nog redelijk terug in het klassement. Maar zo is het nou eenmaal. Dus ik zal in ieder geval zeggen hartstikke bedankt voor het kijken. En tot over 2 jaar.